beste kijkers. Het eerste programma van dit jaar natuurlijk met de beste wensen. Niet alleen een heel gelukkig, maar een heel gezond 2018. Ons eerste programma van deze week is de City Swim aan de Roerkade. Daar zijn weer de gast. En we gaan heel even kijken wie met de eerste erin springt. Ik denk Olaf niet. Dus dat maakt ook niet. Oh, dat is een grappig gehoord. Ja, zeg ik dat wel. Beetje hoe de kluiten gewassen geentje, hè. Ja. En zo'n organisatie, dat is toch niet niks, hè? Nee, uiteindelijk moesten we dan toch met heel veel dingen rekening houden. En ja, we dachten even van, we springen het water in en we komen eruit. Maar dat komt toch wel meer bij kijken. Ja. Ja, het is niet zo'n nieuwjaarsduik zoals in Scheveningen en overal. Je gaat het even anders, hè? Ja, je gaat het gaan anders. Dat is natuurlijk, de kinderen heel even het water in en uit rennen hier. En, dus we hebben het toch op een iets andere manier moeten oplossen. Maar daarmee kreeg het ook wel zijn eigen karakter. Ja. Ja, ik zie niet heel veel veiligheidsmensen rondrennen, dus het was niet zo simpel allemaal. Nou, je moet altijd het zekere van het onzekere nemen. En beter een veiligheidsman of vrouw te veel, dan een te weinig. En ja, we moeten ook het gevoel geven aan iedereen dat wat we doen, dat er heel verantwoord is. En dus daarmee geven we dat stukje comfort. Wie gaat er precies in zijn werk dan? Nou, we gaan dadelijk met weefs van een man of acht tegelijk, gaan we aan de overkant van de roer, bij de vismarkt, komen het water in, één voor één. En dan vervolgens gaan we dan een meter of acht of tien door het water en dan via trapjes gaan we dan de steiger op om dan weer ons hielen te afspeulen. Volgens mij is het er heen, dan kunnen we de bruid weer wagen. Volgens mij ook, maar dat is een zwamer. Voldoet dat aan de inschrijvingen die je verwacht had? Nou, ik had vooral nu ruim 50 voor inschrijvingen. Nou, dat had ik persoonlijk niet verwacht. En er schrijven zich er nu nog een aantal in. Ik had van tevoren gedacht, als we er 40, 50 hier hebben, dan mogen we heel dik tevreden zijn. Want het is toch even weer ook wel zeg, want ja, we hebben een beetje de losse pols geshut. En ja, mensen moeten er ook wel een beetje aan winnen, hè, om 1 januari hier het water in te gaan. En nu even een vraag voor haar, is er een verhaling vatbaar? Bij mij op dit moment al wel, ja. Heel veel succes. Oké, dankjewel. Gerzeerde voor de veiligheid is gezorgd, ze hebben een beton gelakt. Doet hier aan de aanlegstijger waar ze van uitspringen. Van zeker 8 meter. Dus het is niet al te wie zwemmen, maar mogen ze het toch niet halen, dan staan er 2 reddingsbootjes klaar. Ola, springt ze ook erin, Jok? Ja, Jok niet. Dat is me te weinig. Ik wil wel de overkant. We hebben in totaal 8 weefs. Dat betekent dat 8 keer een groep mensen het water ingaan. U gaat erin? Jazeker. Dan ben je de eerste. Nee, ik heb voorheen wel eens meegedaan in Venlo, maar het is de eerste keer om ons. Je springt er het eerste hierin? Ik zit volgens mij in het groepje van 10 over, dus ik kan nog even de kunst afkijken. Dat is altijd handig en de man springt niet mee. Nee, die durft niet. Durft hij niet? Denk het niet, is het koud voor hem. Ja, misschien heeft hij wel een beetje gelijk. Misschien wel, ja. Maar we gaan het zien. Lekker frisse duik, hè? Een goede start van 2018. 3, 2, 1, go! Ja, hou vol, handjes in de lucht. Ja. Was een van de eerste wat erin springt? Dat zou best kunnen, joh. Ja? Ja, dat kan. Ja, ik kon gewoon de gok wagen. En hebben ze dat ook weer gedaan? Nee, de eerste keer. De eerste keer. Ja. En waren in besloot dat ze zo'n ins kreeg? Ik dacht gewoon het nieuwjaar eens even positief en sportief inluiden. En verfrissend. En verfrissend, joh. Dat zal er wel zijn, denk ik. Oh ja, we gaan het dadelijk zien. Ik wens je het allerbeste en een goeie koele duik. Dankjewel. En wat gaat er gebeuren? Ja, de nieuwjaarsduik vandaag, hè? Ja, en heb je er lang weer van om te denken? Nee. Maar dat begeesten bleef geen bommetje, want dat is er wel leeg, hè? Ja, ik zal het proberen, maar het is dus verleidelijk, hè? Ja, hè? Ja. Wat voor nummer heb ze? 202. Wie, wanneer is ze de beurt? 5 op 3. 5 op 3. Van gewoon het zien, het bommetje. De voorzitter, zit je er klaar voor? We zijn er helemaal klaar voor. En meid? Ja. En het is eerste? Ja, we gaan samen gaan voor het water. Ja. Ik geloof ik helemaal verrast. En de koele duik dus, koele nieuwjaar in. Kul en fris het nieuwjaar in. We gaan het zien. Goed. Ja. Je hebt ze pakken? Ja, tuurlijk, hè.
Als wereldzetter van Vermont City Swim komen. Leon, Mitsie dochter, SME. Zo, de bus er ook niet gelijk, Leon. Ja, ook niet gelijk, ja. Jan, wie ziet het hier goed? Geweldig. Wat een New York, hè? Wat een New York. Als ze zo New York heeft beginnen, ja, dan moesten we nog even verdenken. Daarna is dus, Vermont City Swim natuurlijk. Iedereen kan. Wat heb ik dan voor mooie rigueur? Die 20 graden watertemperatuur begint ik al echt te vluchten. Met een glaasje champagne dan ook nog. De eerste twee die aan de overkant zitten. Ik kreeg het een gewoon kaart van het. Maar goed, de munt gaat naar de toerrichting. Maar dat is hier van toepassing. Dan ga ik de volgende met gekoppelde water zelf. Emus Lessig, heel goed met jouw vet. Dat kan ook geen kwaad. Ik heb er nog niet één uur zeggen dat het waterkaart is. Vastgelopen samen met de prins van de waterrat hier op de Roerkade. Wat komt hier doen? Ja, we gaan er maar even in duiken, hè. Nieuwjaarsduik. En als echte waterrat, dan moet je dat gaan doen, hè? Tuurlijk, en het is ook een frisse duik, dus je gaat fris de vastgelopen doen. Dat denk ik. En dat komt helemaal goed. Mogen we nog een keer de spreuk? Poppen of verzoepen, poppen of verzoepen, poppen of verzoepen! Dat gaan we dus vandaag heel zeker niet doen. Maar, we gaan ons inschrijven. Kom. We gaan er wel iets moois maken. We gaan ons inschrijven. Kom, we gaan ons inschrijven. Ja, je ook dan. Zo, we zijn midden in het café De Pauw. Dat er kindgewaal, want die is hier waren vier altijd te gast. Geer, ga ik ook inschrijven? Ja, zeker. We doen de ratten. Geer, ga ik ook wel. Ja, inschrijven. We steunen Paul. Die wilde per se zwemmen. Zeg, ja goed, dan ben je ook weer een keer fris. Dus Ronald steunt hem ook. Ja, ik heb ooit een oor net gezongen en nu wil ik ook een keer hier doen. Maar dat scheet die jongens als een oor, hè? Ja, al voor het begin wel, wat ik gezien heb, ja. Dus,
Nou, je kunt in ieder geval met de drieën tegelijk naar de overkant toe. Ja, ja, de prins regelt dat voor ons. Dat ben ik vast van u. Van u. En ga je nog eerst een slager zingen? Pompen of verzoepen? Dat is waar, pompen of verzoepen. Dank u wel. Heb je al een nummer? Ja, we gaan zeker zingen. Pompen of verzoepen gaan we doen. Pompen of verzoepen! Pompen of verzoepen! Pompen of verzoepen! Hey! Het is pompen of verzoepen, zet de glazen in van vol. Ja, iedereen heeft lekker hoef te vol. De stuurman strijdt te zingen, kunnen we alles even doen. Het is heel gezellig en de lucht is opgeklopt. Want het is pompen of verzoeken, stoepen aan in deze lied. Hij de moet het op, maar zet toen maar een zeltje wie. En dan kunt de volgende weef zich klaar gaan maken. Paul 2, succes jong! En we willen ook succes! En Ronald ook, de onze! De waterratten! Goed, ol! Kijk ze gaan! Geef ze een groot applaus voor deze waanzinnige duik! Matrozen hoedje op! Zwemmen naar de andere kant! Goed zo! En dat kregen we nu! Lieke Wijkmans en Jana van Lier! Ja. 9 graden. Koud, ja. Hè? Ja. Lekker. Lekker, hè? Ja. Dus er is heel veel frisser dan New York. Ja, lekker fris. En wanneer kwamen ze eigenlijk toen het besloot om dit te doen? Gisteravond. En mijn beste vriend die wou ook mee. Hè? En waarom zijn ze zo niet weg? Skaat! Nu elkaar. Ja, toen moest er nog in, hè? Ja, joh. Dus het was een opwelling van gisteren? Nee. Wat ik niet? Nee, wat ik niet. Hebben ze dat lekker gedaan? Nee. Oh nee. Eens voor de eerste keer zijn, hè? Eens voor de eerste keer zijn. Ik ben benieuwd wie ze er vanaf komt. Hoor, ik heb wel goed. Doet het goed? Maar ja. Ik wens je heel veel succes. Dank je wel. Deze gaat ook weer voor de snelste tijd. Kijk eens, een mooie snoekduik. Borstkrauwel. Maar heel snel ook weer het water uit. Want wat is het water koud, maar wat is het dan alleen maar met het water te zijn? Tita heel warm hart toedraagt. En daar gaat ze voor. De ploeg in. Veel succes. En een bommetje. En door de twee. Jonkies. Wat een prikkels geven. Geweldig. Geweldig. Ze zeggen over de zwerm. Koud? Ja, super koud, maar heel leuk. Ja. Was het heel leuk? Ja, heel leuk. Wanneer vielen jullie om dit te doen? Nou ja, we dachten, we hadden het gezien en we dachten, ja, eigenlijk moeten we er wel voor gaan. Ja, gewoon lekker gek doen. Dus een volgend jaar weer erbij? Zeker. Zeker. Hoe oud zijn jullie? Allebei 11. Allebei 11? Ja. Ja. Dat is een mooie leeftijd om gek te doen. Ja, ja zeker. Inderdaad. Allerlaatste ijsbeer van vandaag bij het Waterhoed heeft komen. Dames en heren, geef alle 50 deelnemers nog even een keer een warm applaus, want dat hebben ze verdiend. En voor u hebben we goed nieuws. Het is nog steeds Nieuwjaarsdag. Dat betekent ook dat het nog lang onrustig zal blijven hier op de Roerkade. Dat ziel in elk geval van Giel Muzik, Limburg. Hallo, de ijsberen, wem zijn dat? Wem zijn dat? Ja. Dat zijn ijsberen, het Ol. Het Ol. En wie komt er aan de naam? Dat hebben we destijds een keer vorig jaar hebben we begonnen. Hier, dat is onze aanjager geweest. Wat doen de ijsberen allemaal? De ijsberen. Alleen maar zwemmen. Alleen maar zwemmen. Alleen maar zwemmen. En koud water. En koud water. Kooi om het beter. Ja. Dus je doet de hele winter door zwemmen? Ja. Ja, ja, ja. Doet dat het water een beetje soep... De temperatuur die kreeg. Ja, dan moeten we stoppen. Juist. Dus dat is te warm. Ja. Maar normaal waren nu ook een oude de nieuwjaarsduik, is er niet meer? Nee. We hebben daar de kerstduik van gemaakt. Ja, precies. Ja. We hebben dit jaar de eerste kerstduik gemaakt.
Dan hebben we via dat jongen nog gemist, dan moesten we eens even bellen. Van jou, eerste kerstdag. Ja, wie laat spreken vooraf? Zeg maar. Acht uur. Acht uur. Acht uur. Ja, 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 uiteraard. Het is duister, hè? Ja, ja. En we spreken af 9 uur. Ja. Dat was toch normaal, hè? Ja, dat is even okay. Dan. Jongens, veel succes. En in de kaan, ja? Nou, dit was weer van de Roerkade, de eerste nieuwjaarsduik van dit jaar. Ik wil dus wel zeggen dat we volgend jaar er weer mee terugkomen. Ik kan alleen maar zeggen, blief kijken naar TV11, hier naar Extreme Sport. En dan komen we weer terug met de nieuwjaarsduik. Dus ik zal zeggen, tot dan!